Kevin Magnussen vindt dat Maximaal Verstappen een straf verdiende voor zijn inhalactie op de Deen in de slotfase van de Grand Prix van Italië, al is de coureur van Haas f 1 vooral geïrriteerd door de in zijn ogen inconsequente besluiten van de wedstrijdleiding. Verstappen vocht zondag met nog zes ronden te gaan op het circuit van Monza om de tiende plaats met Magnussen. De Nederlander passeerde zijn concurrent in de variante, de eerste chicane na start finish. De Deen gaf niet op en reed voor de Rachia bijna naast Verstappen. De Limburger zat bij het aanremmen van de chicane echter voor Magnussen, die moest uitwijken naar links en na een lichte botsing de baan verliet om na de chicane zijn weg weer te vervolgen. De wedstrijdleiding stelde een onderzoek in naar het incident, maar deelde geen straf uit. Ik was geïrriteerd, maar alleen omdat er geen straf was voor Verstappen, Zij Magnussen naar de race tegen Motorsport.com. Dit was iemand van het circuit afduwen. Dat hoort bij racen, geen probleem maar mijn punt is dat de straffen voor iedereen gelijk zouden moeten zijn. Ik heb niks tegen hartwezen met Maximaal, maar het is frustrerend als je zelf wel een straf hebt gekregen voor een vergelijkbare actie, doelde Magnussen op het feit dat hij tijdens de GP van Hongarije een straf kreeg nadat hij Nico Hilkenberg van het circuit duwde. De Scandinavier vond dat Verstappen hem niet voldoende ruimte gaf bij het aanremmen van de Raja. Daardoor moest ik het gras in een miste de bocht. Gelukkig was er een uitwijkmogelijkheid, maar als die er niet was geweest, had dat het einde van mijn race betekend? Ik had niet een heel goede kans om hem te passeren in de chicane. Dus er was geen reden om me niet wat ruimte te geven. Vervolgde Magnussen. Misschien schatte hij de situatie niet helemaal goed in. Maar mijn punt is vooral dat er consistentie moeten zijn bij het uitdelen van straffen. Verstappen zelf had na zijn tiende plaats bij de Grand Prix van Italië weinig trek om over zijn akkevietje met Magnussen te praten. Om eerlijk te zijn vond ik het niet eens een incident. Bovendien kan het me niet zoveel schelen. Theanbaas Christian Horner van de Red Bull Racing noemde het ook een gewoon raceincident. Zijn collega bij f 1 Gunther Steiner, wilde na de race nog wel wat uitleg van wedstrijdleider Charlie Wheating. Ik denk dat Maximaal dit niet had moeten doen stelde Stiener tegen Motorsportmagazin.com. We weten dat hij sowieso sneller was dan Kevin en hem hoe dan ook ingehaald had, dus waarom deed hij dit? Teambas Gene Haas van Haas F1 wilde Verstappen niet bekritiseren. Zo rijdt Verstappen nu eenmaal, agressief. Maar wij hadden er een beter gevoel aan overgehouden als Verstappen een lichte straf had gekregen, die hem geen plaats gekost had.